Hoi allemaal. Vorige week gewonnen tegen BVCB en vandaag zijn we er ook weer bij op het zonnige kikkerzoek tegen Die Hagen. Dat betekent dat we er weer bij zijn met een gloednieuwe aflevering. Vandaag praten we na met middenvelder Rody Rijsdijk en hoofdtrainer Sander Fakkel. Maar we gaan eerst vandaag langs Piep Brevaert. Ik sta hier naast Piep Brevaert. Kan jij vertellen wat je hier precies doet? Ik ben vanuit de voetbaltechnische commissie verantwoordelijk voor 1 en 2 spelers en staf, dus SO 1 en 2. De club is rond met trainers. Zullen er volgend jaar veranderingen zijn met de selectie? In principe niet. We proberen deze groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Al weet je dat natuurlijk nooit. Er kunnen altijd 1 of 2 mensen, jongens, nog weggaan. Maar wat ons betreft houden we deze groep bij elkaar. Ja. SO op de tweede plaats. Wat is het succes tot dusver volgens jou? Ja, ik denk dat we ten aanzien van afgelopen seizoenen, kijk, we zijn al heel lang aan het bouwen aan dit proces, zeg maar. Het elftal met veel eigen jongens, eigenlijk zoveel mogelijk. Hè. We hebben nog maar 2 jongens van buitenaf, Bob Vermunt en Kevin Angel. En dan zie je toch dat het steeds meer en beter op elkaar ingespeeld raakt. En dat ze ook harder voor elkaar willen werken. Dus meer het teamgeest erin in plaats van het individu. Ja. Oké. Nou, dankjewel. Dankjewel. Succes. En dan gaan wij nu kijken naar de eerste helft tegen Die Hagen. Op deze heerlijke lentedag gaan de volgende 11 spelers in het veld aantreden tegen Die Hagen. Peter Konings in de goal. De laatste lijn wordt bezet door Jeroen Kokje, Dennis Grosjean, Danny Kerpel en Wilson Lima. Middenveld Robin Winkels, Larbi Alarucci en Gio Brevaert. En de aanvallers zijn Ricky Bokhoven, Bob Vermunt en natuurlijk Kevin Angel. De spelers kijken elkaar nog 1 keer vriendelijk in de ogen, geven elkaar een hand en gaan aan start voor deze wedstrijd. Het zonnetje op de kikkershoek was eigenlijk gevoelsmatiger nog meer gaan schijnen na de 3-1 overwinning van SO2. De 3 punten die zo vreselijk hard nodig zijn voor dit team. Maar wat gaan de heren van 1 doen? Vroeg in de wedstrijd al is het de eerste corner die genomen mag worden en die is voor SO. Corner wordt genomen, komt in de 16, simpelweg verdedigd door Die Hagen. Daar is Larbi Alarucci, die pikt de bal op en die dribbelt hem in de 16. Wil een steekpaasje geven op Ricky Bokhoven, maar dat werd doorzien door de verdediging van Die Hagen. SO bouwt op via de linkerkant. Wilson Lima speelt hier Kevin Angel aan. En Kevin Angel die komt natuurlijk weer langs de tegenstander. En die gaat de bal inbrengen in de 16. Daar is Bob Vermunt en oei! Met moeite gered door de keeper van Die Hagen. De hardwerkende Giovanni Brevaert bouwt op via de rechterkant. De bal gaat door het midden naar de linkerzijde. Daar staat Kevin Angel. Die heeft de bal aan de voet en die heeft de bal aan de voet. Ja, probeer die maar eens van die man af te pakken. Dat is een moeilijke taak. De verdediger geeft het ook op. Kevin haalt uit en ai, de bal die schampt de buitenkant van de paal. Hier nog goed te horen op de camera achter de goal. Meer dan een half uur gespeeld op de kikkershoek. Stand is nog steeds 0-0. En SO die begint aan zijn volgende opbouw via de linkerkant. En daar wordt weer Kevin Angel aangespeeld. En die gaat als een razende richting de achterlijn. Legt de bal voor. En daar is Gio van die Brevaert. Ja! Het harde werken van Gio wordt beloond met zijn goal. Maar ook weer de assist van Kevin Angel. Wat beleeft die man een goed seizoen op de kikkershoek bij SO. De verdediging van Die Hagen staat er een beetje beteuterd bij. Het is 1-0 en we gaan rusten. We gaan naar de prijsvraag met Lotte en Sam. We zijn weer bij de vraag van de week. De vraag van vorige keer was: welk voetbalicoon was de inspiratie geweest voor restaurant El Flaco? Het antwoord op die vraag was natuurlijk Johan Cruijff. Misha, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je kan deze opkomen halen in de Robai Shop. Maar heb je nou niet gewonnen, niet getreurd, want volgende week is er korting in de shop op SO voor deze sweaters. Specsavers is de sponsor van deze week. De vraag van deze week is dan ook, waarvoor kan je nog meer terecht bij Specsavers behalve lenzen en brillen? Het antwoord is te zien in de commercial, dus bekijk die goed. Laat je antwoord achter in de reacties en zie volgende keer of je het goed hebt. Wil jij dit kleurrijke sportieve shirt van Robai winnen? Kijk naar de commercial en doe mee! Welkom bij Specsavers Arbeierland. Onze filosofie is dat wij kwaliteit leveren voor een betaalbare prijs voor iedereen. Voor brillen, contactlenzen, maar ook voor hoortoestellen. Ook wordt er goed naar de klant geluisterd. En stellen we specifieke vragen naar de levensstijl van de klant.
zodat we een op maat geleverd advies kunnen geven wat bij de levensstijl van de klant aansluit. Onze professionaliteit houden we hoog en daarom wordt er alleen gemeten door gediplomeerde audiciëns en opticiëns en contactlensspecialisten. Waar we erg trots op zijn, dat is dat we als beste uit de test kwamen voor oogmetingen bij de Consumentenbond. Omdat wij oogzorg voor sporters ook heel belangrijk vinden, vinden wij het genoodzaakt om ons aan te sluiten bij een plaatselijke sportclub. Omdat de spelers van SRO ook zeer gemotiveerd zijn, vinden wij dat ze goed bij ons passen. Want dat zijn wij namelijk ook als bedrijf. Dus mocht u een keertje vragen hebben of misschien advies willen hebben over ogen of misschien over het gehoor, spreek me gerust een keertje aan. Met het zonnetje nog steeds op het veld, twee ongewijzigde ploegen en een schamele 1-0 voorsprong zijn we aan de tweede helft begonnen. SO die pikt de bal hierop, Giovanni Brevaert die zet druk op die bal en die gaat maar door en die gaat maar door en die legt hem af en daar komt Bob Vermunt en jawel! 2-0! Weer die hardwerkende Giovanni Brevaert in deze wedstrijd. En dit keer een assist. Bob Vermunt laat deze kans niet onbenut. 2-0 voor SO. Die Hagen die wil hierop gaan bouwen, maar die Hagen hield de bal niet langer de ploeg. Het is hier tiki-taki, de bal naar de linkerkant en door naar Kevin Angel. Die komt in de 16, bal hoog voor, net iets te ver. Daar staat Bob Vermunt, die legt de bal terug. Larbi Alarucci, oei oei oei, 1 metertje over de goal. Een tweede helft die een stuk aantrekkelijker was dan de eerste helft. Nu weer met SO op de rechterkant. Daar komt Ricky Bok over. Die zet zijn tegenstander aan de zijkant op een correcte wijze. En legt de bal voor de goal. En dat moet de goal zijn. Nee! Bob Vermunt buitenkant paal. Wat een pech. SO weer in balbezit. Kopballetje op Kevin Angel. Kevin Angel, wat doet hij daar? Met een hakje zet hij zomaar Bob Vermunt voor de keeper. Bob die wil hem eroverheen lopen, maar die eindigt in het dak van de goal. Twee kansen op rij gemist door Bob Vermunt. Kijk eens even, dat is onze sponsor. De grap is snel gemaakt. We gaan hem niet maken. Die Hagen is hier in balbezit. En dat is meestal niet van lange duur. Joost Bolt aan de bal. En een prachtige steekpaas op Ricky Bokhoven. En die gaat om de keeper heen. En het is 3-0 voor SO. Wat een weelde. Heerlijk. En de zon die gaat steeds harder schijnen op de kikkershoek. SO 1 tegen Die Hagen. 3-0. Geniet nog even na in de herhaling van deze heerlijke goal gemaakt door Ricky Bokhoven. Dat was dan ook de eindstand. 3-0 SO tegen Die Hagen. En dan gaan we eens even kijken wat dit betekent voor de tussenstand in de eerste klasse B op zaterdag. De top 3 is eigenlijk ongewijzigd gebleven. Rijsoord heeft zijn wedstrijd gewonnen, SO heeft zijn wedstrijd gewonnen en Kloetingen heeft zijn wedstrijd gewonnen. Dus dat betekent dat na 16 wedstrijden er nog 2 punten achterstand is op de nummer 1 en dat we nog 1 punt voorsprong hebben op de nummer 3. Hopelijk volgende week bij winst gaan daar veranderingen komen. Wij gaan nog eventjes de wedstrijd nabeschouwen met Sam van der Post en Sander Fakkel. Sander, 3-0 gewonnen. Gefeliciteerd met de overwinning. Hoe vond je het gaan? Wat vond je ervan? Nou, ik denk dat ze het gewoon heel goed hebben gedaan. 3-0 winst tegen Die Hagen is gewoon een prima uitslag. We zijn niet in de problemen geweest verdedigend. Misschien één kansje weggegeven de tweede helft. Die kopbal. En voor de rest hebben we zat kansen gecreëerd. Dus dan doe je het goed. En vorige keer uitgespeeld tegen Die Hagen en toen was het 0-0. Wat maakt het verschil? Nou, dat wij verder zijn en dat zij wat problemen hebben in hun elftal, wat blessures. Vorige week valt natuurlijk ook weer een speler bij hun uit. Dus zij zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen, wat wij vorig jaar hadden. En daar zitten zij nu en daar moeten zij uitkomen. En wij moeten gewoon zorgen dat we blijven winnen. Nog 10 officiële wedstrijden te gaan. Rijsoord heeft ook gewonnen, dus de tweede plaats nog steeds. Gaan we wel voor de titel? Ja, als je nu zo hoog staat met nog 10 wedstrijden te gaan, dan gaan mensen dat natuurlijk zeggen. Ik wil het over 5 weken zeggen. Als wij over 5 weken nog daar staan waar we nu staan, dan kan je niet anders zeggen dan dat je op dat moment ervoor gaat. En nu moeten we zorgen dat we de volgende 5 wedstrijden zoveel mogelijk punten pakken. En Rijsoord en Kloetingen en wij, ja, die staan nu wel wat los van de rest. Dus ja, een van deze 3 ploegen... Het wordt nog spannend. Ja, het wordt heel spannend. Moet ook nog tegen elkaar. Het wordt gewoon een hele zware afdeling nog. En wij moeten elke week gewoon heel scherp zijn, geconcentreerd winnen. Dan kunnen we een heel eind komen.
Ik sta hier nu naast ons middenvelder Rodi Rijsdijk. Gefeliciteerd met de overwinning. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, dankjewel. Nou, ik denk dat wij vandaag goed hebben gespeeld. Geen kans weg hebben gegeven. En rustig aan de wedstrijd op een gegeven moment hebben uitgespeeld. Dus terecht de overwinning 3-0. Ja, terecht dus. Ja, zeker. Goed gespeeld ook allemaal? Ja, zeker. Ik moet zeggen dat iedereen wel goed speelde. De laatste tijd steeds vaker in de basis. Hoe kijk je hierop terug? Ja, ik kijk er goed op terug. Ik denk van vorig jaar een minder seizoen gehad. Zelf ook minder in mijn vel. En dan dit seizoen alles goed gaat. Dat je dan altijd gewoon in de basis mag beginnen. Dat is mooi. Ja, wat is jouw kracht dit seizoen? Ja, ik denk dat ik het voornamelijk als speler zelf van mijn passing moet hebben, van mijn schot. Dus ja, de aanvallers aan het werk zetten, denk ik. Oké. Okay. En hoe kijk je de komende periode tegemoet? Ja, trainen zegt zelf dat we wedstrijd voor wedstrijd moeten bekijken. Maar we staan er nu wel heel goed voor. Dus ja, ik zeg zelf dat we gewoon voor het kampioenschap moeten gaan. En als we geheel als team bij elkaar blijven, geen blessures meer krijgen. En onze taken allemaal uit kunnen voeren, dan kunnen we voor het kampioenschap spelen. Maar we moeten wel wedstrijd voor wedstrijd kijken en gewoon elke wedstrijd 3 punten proberen te halen. Dit was SOTV voor deze week. Wij zijn er pas weer bij 16 maart bij de eerste thuiswedstrijd. En dat is tegen Delta Sport. Tot dan!